Ik heb een bijzondere lunch voor jullie geregeld. Niet alledaags. Bestuderen jullie vast de kaart. Kijk ik of de keuken al klaar is. Ja, ja. We gaan het doen. Kijk maar eens goed. Zo. Uw mani nooit van gehoord salade. Dat is wat voor jou. Want jij houdt van salade. Dan heb je van een riep gepofte quena, sisazaadjes. Ja, stonden dingen ook waar ik nooit van gehoord had. Er staat zoveel lekkers op het menu dat ik dacht, ik maak een selectie voor jullie. Met allemaal kleine hapjes, van alles wat. Toen werd er ons diner opgeschreven. Ik heb het nog nooit gezien en ik heb het ook nog nooit gegeten. Wat eten jullie normaal eigenlijk met de lunch? Met kaas en worst. Hebben jullie al eens gemasseerde palmkool gehad? Nee, nooit. Nou, dan is vandaag de eerste keer. Er heeft dus iemand urenlang op staan masseren. Ja. Gewoon in je mond stoppen. Klaar ze met water, met bloemetjes erin en met blaadjes erin. Kimono, hè? En quinoa. Hadden jullie daar al eens van gehoord? Nee. Ik zou bij God niet weten wat spinola is. Dat is dit roodbruine, dit, die zaadjes. Oké. Okay. Oh, ja. Een vioolblaadje. Moet je naar binnen? Kan je dat opeten? Ja, kan je opeten, ja. Smaakt naar niks, maar goed. Het is toch een bloemetje. Ja. Dat komt vast door die violen die ik ingeslikt heb. Het is een en al gezelligheid in mijn lichaam. Dat is lekker, dat is een beetje zuurig. Ja, dat was een aparte smaken. Hadden we vroeger ook niet, dat was er gewoon niet. Er waren bonen vroeger. Spersiebonen, bruine bonen, witte bonen. Bijzondere smaak. Lekker. Dus in deze tijd hebben ze eigenlijk meer te bikken wat wij hebben gehad in onze tijd. Zo simpel is dat.